Wat voor wedstrijd was het voor je? Goed om de minuten te maken. Ik heb lang niet zoveel minuten gespeeld, dus voor mij was het goed om die minuten te maken en het ritme weer te krijgen. En ja, om afspraken na te komen die we met de trainer hebben afgesproken en dat uit te voeren. Ja, laten we even bij het begin beginnen. Hoe was het voor je om weer in het Philipsstadion te spelen en hier aan te komen en zo? Ja, het was toch wel weer leuk. Het warme gevoel van het stadion en van de fans. Dus het is altijd leuk thuiskomen. Ja, we kregen moeilijk de druk erop in het begin. We starten ook niet heel scherp. Maar ja, dan valt toch die eerste goal en dan is het toch een beetje van opluchting. En dan zie je dat je makkelijker begint gaan te voetballen en uiteindelijk maken we dan ook nog die tweede daarna. Je begint aan de linkerkant, hè. Na een tijdje wisselen jullie van kant. Hoe kwam dat tot stand? Het was onderling dat we dat afspreken. Anwar voelde zich beter op links. En ja, dan spreken we onderling af wanneer we wisselen en wanneer niet. Dus ja, op rechts ging het ook best prima. Dus ja, meer is het niet. Voor jou links, rechts maakt het allemaal niet uit? Nee, zolang ik maar kan spelen. Ja, die 2-0, daar had jij een belangrijke rol in. Beschrijf eens je actie en het vervolg daar. Ja, het was eigenlijk een hoge bal dat ik van Tim kreeg. En die neem ik aan met mijn schouder / borst. De ruimte in en ik zag Anwar aankomen en ik leg hem wel breed en hij moest hem naar beneden. Ja, en daar opvolgend heb je even een gesprekje met Teese. Wat wordt daar dan besproken? Ja, je zag dat de verdedigers aan de zijkant, een links- en rechtsback, dat niet heel scherp waren op de lange bal. Dus die lange bal kon vaak erover gespeeld worden. En ja, als die eenmaal goed is, dan ben je gewoon helemaal weg. Dus ja, dat had ik even aangegeven bij hem. Ja, je speelt met een kleine groep bij deze wedstrijd, zodat iedereen veel minuten kan maken. Dus dit was eigenlijk voor jou de afsluiter van de voorbereiding. Hoe is het algemene gevoel daarvan? Ja, het was kort voor mij zelf. Maar goed, ik heb veel minuten gemaakt en ik heb hard getraind. Dus mijn body is goed en het voelt ook allemaal goed. Dus een mooie afsluiting.